Ronald, wat is de les voor jou? Je had gelijk naar de wedstrijd al een realistisch commentaar. Maar nog even van zaterdagavond in Den Haag. Heeft je dat geleerd aan die wedstrijd? Nou ja, dat vaker is voorgekomen op momenten dat je... of verwacht dat je een bepaalde lijn doortrekt. En, of in resultaat of in niveau wedstrijd. En als je die wedstrijd terugkijkt, dan... ja, voetballend was het nog wel aardig. Ook zelfs de eerste helft wel, maar we konden hun geen pijn doen. En we lieten gewoon na in een aantal situaties verdedigend om dat goed te bespelen. Waardoor je dan een heel moeilijke wedstrijd speelt. Maar gewoon het feit dat... Dat we dan toch te ver terugvallen in dat soort momenten. En ja, dat is een les, oké. We zijn niet in staat dan nog steeds om dat niet te laten gebeuren. En op zo'n moment, als je het ziet, als je daarbij betrokken bent, dan denk ik dat het allemaal wat erger is dan uiteindelijk als je alles analyseert. Want ja, is jullie recht om direct conclusies te trekken over wel of niet meer punten en het is vaker voorgekomen, we zijn niet in staat geweest tot nog toe om dat te veranderen. En daar werken we hard aan. Ja, toch zei je zelf ook zaterdagavond van... het lijkt wel alsof sommige spelers niet begrijpen waar het dan echt om gaat. Hè? Nou ja, waar doe je dan met name op? Is dat een mentale instelling? Het gaat met name om ook in het verdedigen. Hè? Wat doe je om één of niet een bal rond te spelen, maar de bal weg te spelen. En vooral in de dekking achterin. En wat wordt gevraagd in iedere situatie, ook in verdedigende opzicht. En een voorbeeld te noemen, de tweede call staan we met 7 verdedigers ten opzichte van 4 van Den Haag. En toch kopt hij vrij in. Ja, nou, dat zijn momenten, zeker op het moment in de wedstrijd in de 46e minuut, dat niet kan, want... dan moet de organisatie zijn, dan moet de dekking zijn. En dat is scherpte. En dat missen we dan in dat soort momenten. Want ze maken 8 calls in 3 wedstrijden tegen ons. En als je dat terugzet met 2 competitiewedstrijden, maken ADO en FC Utrecht maken 5 calls tegen ons. Misschien hebben ze 5 kansen gehad. Je zei zaterdag ook van tegen Vitesse zal ongetwijfeld een goede wedstrijd volgen. Heb je dat gevoel nog steeds een dag voor dat duel? Ja, want we hebben altijd gereageerd. Dat is altijd heel positief in dit elftal geweest en daar ben ik niet bang voor. En misschien is dat ook wel een beetje Feyenoord. En we willen allemaal graag nog meer en nog beter. Maar we proberen iedere keer weer ons team zo goed mogelijk voor te bereiden. En ook deze week weer. En de signalen waren ook niet voor ADO dat het anders was. Het was natuurlijk wel het feit dat het 3e wedstrijd in 6 dagen was. Nou ja, dat is misschien ook zelfs individueel nog wel eens een heel probleem om zo gefocust, geconcentreerd en goed te zijn, ook in zo'n 3e wedstrijd. En we spelen er nu weer 2 in een aantal dagen. Maar ik ben niet bang voor morgen. Is Vitesse voor jou voetballend gezien een serieuze kampioenskandidaat? Nou, voetballend wel, maar balbezit alleen bepaalt niet of je kampioen wordt. We bepalen zoveel andere dingen. En daarin vind ik Vitesse geen kampioenskandidaat. Oké. Nog 2 vragen. Heb je zelf ook, dat zei je zaterdag ook al, maar heb je van die ambitie ook echt afscheid genomen om dat met deze club te bereiken in deze competitie, nee, het allerhoogste? Nee, want ja, er wordt soms wel eens gesuggereerd dat ik moedeloos zou worden, maar ik ben zo betrokken bij zo'n wedstrijd en ik heb zoveel vertrouwen in dit team. En dan is dat op dat moment een hele teleurstelling, ja. Ik ben geen toneelspeler, gelukkig niet. En vanaf daarna dat ik weer deze wedstrijd voorbereid, dan doe ik dat met alle plezier en alle drive en focus wat ik moet hebben als trainer zijnde. En dat breng ik over en probeer ik over te brengen. En dat heb ik deze week, heb ik daarin het team ook wel zien reageren. Wil je tenslotte al zeggen hoe je achterin gaat spelen? Nee, omdat wij verschillende opties hebben. En dat hebben we ook zo getraind en daar maak ik een keuze uit.